voor degene die denken van, hé, dat melodietje, dat ken ik ergens van. Het is Despacito, de zomerhit van 2 jaar geleden. Dat was onze opening. En ons, dat is het opleidingsorkest van Maasmuziek uit Puttershoek. En wij gaan verder met een klezmer carnaval van Philip Spark. Philip Spark, een Engelse componist, zowel voor hele hoge als wat lagere afdelingen hele goede, interessante muziek heeft geschreven. De klezmer, dat is dus traditionele muziek die uit het Midden-Oosten komt. Ontstaan in de periode van de middeleeuwen, rondreizende troubadours. De toelichting staat verder vol met titels die ik niet uit kan spreken, dus dat ga ik ook niet doen. Het zijn 3 bruiloftsdansen aan elkaar geknutseld tot een klezmer carnaval. Thank you.
Jullie kennen de titels wel, dus we gaan gewoon beginnen. Thank you.
ik dan de dag maar afsluiten. De organisatie van de Harmonie en de Ivo, nou, hebben een heel goed, leuk festival neergezet, denk ik. Als ik zo'n beetje naar de orkestleden heb gekeken, die heeft in ieder geval met veel plezier gedaan. En wat ik net vanuit de zaal heb gezien, andere orkesten ook. Wij gaan afsluiten met denk ik een gezellig bijpassende muziek. Salsa Time. Bij jeugdorkesten, daar hebben we helpers van volwassenen. Super dat die mensen willen helpen. Alleen hier hadden ze een bugel op de hoek gezet. Het was een jeugdorkest, maar hier hadden ze een bugel op de hoek gezet. En dan een forse man. Dus al die kinderen daar zag ik niet. En hier hadden ze een bassist op de hoek gezet. En al die kinderen daar zag ik niet. Maar dat eventjes terzijde. Maar ik heb je wel een beetje in de gaten gehouden. En je was lekker bezig op die trompet. Ja, die is heel goed bezig. Hartstikke goed. Oké. Kunnen jullie eens even een noot spelen? Dan ga ik weer van die hele rare vragen stellen, maar toch wil ik het wel eventjes doen. Even de laatste noot van Lady Gaga. Ik ga me niet met Arjan bemoeien, want dat is een topdirigent en die is heel goed bezig. Maar ik wil gewoon even horen of het in het orkest zit. Even de laatste noot van Lady Gaga. Willen jullie eens eventjes piano spelen als het niet? En nou crescendo. Kom maar. En dit geluid heb ik gemist achterin. Het echte fortissimo, als er echt op aankwam. Die had ik graag willen horen. Af en toe kwam dat voor in de muziek. En dan denk ik, even gas bij. Voor de rest heel goed bezig. Arjan Klesmer, Carnival. Weet jij net als ik, prachtige muziek. Ik vond het erg netjes. De melodielijn. Hij schrijft hem eigenlijk ook zo. En hij schrijft hem eigenlijk ook zo in fraseringen ook zo. Alleen bij die klezmer muziek, als je de muziek hoort, dan zijn de muzikale lijnen vaak over
de frasering heen. En die muziek die gaat maar door, waardoor het heel erg opzwepend wordt. Maar dat is een keuze, en bij deze eventjes gezegd. Voor de trompetten, de lage A, A klein is dat, daar moet even iets meer aandacht aan, want die was niet hoorbaar. Dus of jullie vonden het wel makkelijk om er zo overheen te fietsen, maar die moeten wel even horen. Nou, prima stelletje slagwerkers daar achterin. Jullie snappen ook wel hoe het spelletje werkt. Hartstikke goed. Yo. Ik was deze zomer op vakantie in Frankrijk met mijn vriendin. En toen reden we langs een boerendorpje en daar hadden ze een hele grote boerenfair. Met allemaal streekproducten. En daar zat een orkestje te spelen. Ongeveer jullie bezetting en omvang en ongeveer dezelfde leeftijd. En iedereen daar die was gezellig aan het eten en drinken en het orkestje speelde op de achtergrond. En toen we er net begonnen, dat was net na de wisseling, toen kreeg ik diezelfde sfeer erbij. En toen dacht ik eerst van, hé, maar dit is toch een optreden en die kinderen hebben er hard voor gestudeerd. Waarom zijn die mensen niet stil? Maar toen moest ik denken aan die fair en toen dacht ik, ja, maar dat is juist de sfeer ervan. Hartstikke gezellig. En voor jullie was het denk ik ook een goede manier om hier eventjes te wennen aan de ruimte. Eventjes te proeven van, hoe klinkt dat dan? En als voorbereiding op je werk wat je dan laat beoordelen door ons, namelijk de carnaval. Dus wat mij betreft was dat een hele slimme zet om dat zo aan te pakken. En je merkt ook dat iedereen daarna rustig ging zitten en heel aandachtig ging luisteren. Vervolgens die stukken die jullie daarna speelden, heel mooi verzorgd. Dat was echt het complete plaatje klopt. Ik moest denken aan een voetbalelftal wat als een geoliede machine over dat veld gaat. Waarbij er af en toe een solist, een kleine Messi of zo opstaat die een of andere dribbel heeft. En dan het hele geheel gaat weer door. Bravo voor de solisten. Saxofoon, klarinet hoorde ik, trompet, misschien vergeet ik er nog een paar. Met hele mooie lijntjes die daar dan zo even tussenuit kwamen en dan ging direct daarna ging het collectief weer door. 1 extra compliment voor de slagwerkers. Want Ivo heeft ze al heel kort eventjes in het zonnetje gezet, maar ik ga er nog eventjes dunnetjes overheen. Niet te veel, want straks... Nee, maar let op mijn woorden. Jullie begrijpen jullie rol in het geheel. Want jullie voegen echt iets toe. Aan het orkest, in de klank, op de mallets en zo. Dan zit er een solootje in de fluit en dan spelen jullie mee. En dan ontstaat er net zo'n randje over die solo heen, waardoor het net iets extra krijgt. En jullie zijn op geen enkel moment zijn jullie overheersend geweest. En dat vind ik echt wel een extra complimentje en een klein applausje waard.